Ja, Sander, 3-0. Openingswedstrijd tegen Oranje-Rood. Dat is een lekker begin van het seizoen. Ja, zeker. De eerste wedstrijd van het seizoen is altijd eentje wat je niet helemaal weet wat je kan verwachten. Beide ploegen nauwelijks tot een voorbereiding gehad. Wij ook 1 of 2 trainingen compleet. Dus het is een beetje spannend. Iets van een nieuwe samenstelling. Maar het is goed bevallen. Hartstikke goede wedstrijd van onze kant. We zaten er vanaf moment 1 fel op. En die wedstrijd goed aangegrepen. En ik denk een terechte overwinning geboekt. Ja, eerste kwart was sowieso voor jullie inderdaad. Tweede kwart kwam Oranje-Rood wel wat terug, hè? Ja, zeker. Ze hebben gewoon ontzettend veel kwaliteit op het middenveld. Met een Stanzel, met een Bob, met een Robert van der Horst. Dus ja, dat is gewoon een ontzettend hele goede, listige ploeg. En uiteindelijk hebben wij ook die fase overleefd. En dat is wel de kracht en ervaring die we hebben opgedaan de afgelopen jaren. Dat we daarin rustig blijven en het momentum uiteindelijk wel weer naar ons toe trekken. En dat gebeurde naarmate de wedstrijd vorderde. En uiteindelijk in het vierde kwart trekken we hem in 1 minuut naar huis. Ja, dat was inderdaad een goal van jou en van Kemperman daarna. Ja, daarna was het klaar, hè? Ja, dan was het nog 10 minuten spelen, 3-0. Je zag bij hun ook dat het geloof wegnam. En, ja, wij kregen daar nog meer vertrouwen in. En zeker met die nieuwe jongens die vandaag hebben gespeeld. Zo onder andere Teun Kropholler, een enorme jonge jongen uit de eigen jeugd die weer doorbreekt. Hartstikke groot talent. En dat is genieten dat hij zich in zulke wedstrijden al staande houdt en als een routinier speelt. En dit was dezelfde wedstrijd of dezelfde tegenstander waarmee jullie vorig jaar afsloten. Waardoor jullie de play-offs haalden en Oranje-Rood niet. Speelde dat nog, dit duel? Nou, voor ons niet. Voor ons lag niet de druk bij ons als kampioen. Ik denk dat de druk eerder bij hun lag na het missen van de play-offs. Wij speelden gewoon met ontspanning. En we wilden wel met attitude spelen van de kampioen. En dat hebben we vandaag gedaan. Het is in die zin lekker om een concurrent een klein tikje uit te delen in de eerste wedstrijd van het seizoen. Maar ook niet meer dan dat. Volgende week weer een nieuwe en vanuit hieruit doorbouwen. En dit is jouw eerste wedstrijd als aanvoerder. Quirijn Kaspers dit seizoen niet meer. Hoe zijn jullie tot die beslissing gekomen dat jij het nu gaat doen? Ja, het is waarschijnlijk van Constant Jonker en Quirijn Kaspers het laatste jaar dat ze voor ons zullen spelen. Dus in het kader van het stokje overdragen en in dit geval dus het bandje overdragen zijn we tot die beslissing gekomen. En op die manier ook een nieuwe groep klaar te stomen die uiteindelijk volwassener en uiteindelijk mij ook weer gaat vervangen. Dus ja, er zit wel een gedachte achter. En, verder geen rigoureuze veranderingen. De lijnen zet ik al in het veld al uit. En daaromheen een paar kleine dingetjes. Dus die band, dat maakt niet zo heel veel verschil voor jouw rol? Nee, dat denk ik ook niet. En ik denk ook niet voor de rest van het team. Dus laten we vooral lekker normaal doen zoals we de afgelopen jaren geacteerd hebben. Dat hebben we enorm succesvol gedaan. Dus ik hoop dat we op dezelfde voet verder kunnen gaan.